Lieve Leidse Leen, de gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. En ik vind het altijd zo moeilijk. Waar moet ik op stemmen? Wie staat waar voor? Wat beloven ze nu weer? Kan jij me helpen? Kom zitten, Leen. Ja, Joost, het is kerst in Den Haag, hè? Jazeker. Hij ruikt echt wel lekker. Hij ruikt echt zoals een kerstboom moet ruiken, ja. Absoluut. Bij ons in het vlog, de laatste dit jaar, Erik Maassen. Hallo. Lijsttrekker van de SP in Voorschoten. Ja. Wat is nieuws deze week? Nieuws deze week is dat er eindelijk de kogel door de kerk is. Er komt een nieuwe ijsbaan in Leiden. Ja, we kunnen nu juichen. Ja. Ja, 50 miljoen, die smijt je er even tegenaan. Ja. Ja. En dan krijgen we daarvoor? Dan krijgen we een indoor sportcentrum, een ijshal. Ja. En dat is een combibad. Ja, als de raad meegaat. En dan moeten we nog wel even in de raad bespreken. Ja, eventjes. Joost, ik kreeg een klacht. Het gaat te weinig over de verkiezingen. Ja. We zijn te veel aan het ginnegappen. Nou, we nemen die andere dingen wel op, maar die knipt Leen eruit. Ja. Sorry. Fusie, dat zie ik niet zo zitten. Nee, dus het is gewoon vrij Voorschoten. Ja. Wij willen echt een vergaande samenwerking, het liefst met een regioraad. Heel hard samenwerken. Ja. Vuistje in de lucht. Nee, maar kijk. Wij willen... Free Voorschoten. Nee. Beetje het Catalonië van de Leidse regio, als ik het zo hoor. Nou, pas maar op, dan ga ik naar Brussel. Ja. Nou, dat vind ik maar niet erg hoor. Ja, het moet voor mij vooral lol zijn. Ja, maar dat is ook wel belangrijk. Ja. De vlog moet ook wel een beetje gezellig zijn. Ik speel ijshockey. Wij spelen al op een baan die 40 jaar oud is. Onze kleedkamertjes zijn te klein. Wij kunnen nauwelijks wedstrijdijs krijgen. Dus wij zijn heel blij dat er een fatsoenlijke ijsbaan komt. Zowel de ijshal als het zwembad. Nee. Ben je eindelijk van het gezeur af, hè? Voor mij. Ja. Ik heb toch een beetje het idee dat dit komt, omdat ik heb lopen zeuren. Ja, dit komt allemaal door Leenert, jongens. Ja, dat anders had het er nooit gekomen. Door ons, eigenlijk. Dat het er nu komt. Ja. Omdat wij vorige week dat in het vlog hebben gestopt. Ja. We waren het gewoon zat, Joost en ik. Ja, jullie hadden groot gelijk. Nou, we hebben echt ontzettend veel nieuws. Leen en ik. Dat gaan we niet vertellen. Nee, oh, dat nieuws. Ja. Oh, dat nieuws. Ja. Ja, we hebben wel echt nieuws, hoor. Ja, 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 echt nieuws, ja. Dat gaan we gewoon niet vertellen. Hoe groot zou deze boom zijn? Een meter of 10 is. Ja, dat denk ik ook wel. 10, 12. Ja. En beneden liggen ook allemaal pakjes, hè? Oh ja. Oh. Die staan allemaal in het geschenkregister van de Tweede Kamer. Ja. Allemaal kleine appartementen liggen daar. Kleine appartementjes. Het gaat dus te weinig over de verkiezingen. Ja. Dus dan dacht ik, gaan we daar verandering in brengen. Ja, ik heb jouw verkiezingsprogramma gelezen. Dat zijn dan wel echt. Dat is campagne. Hè? Ja. Ze hebben het slecht gedaan. De geld over de balk gesmeten. Maar dat is toch ook zo? Ja, deze keer kunnen we niks ontkennen. Nee. Ja, dan moet je dat toch gewoon opschrijven. We hebben scherpe toon gelijk. Ja. Maar ja, scherpe toon of geen scherpe toon. Je moet het gewoon aangeven zoals het is. Er is nog te weinig vuurwerk. In de campagne. Ja, ja, dat klopt. Het verkiezingsvuur, dat wordt per 1 januari ontstoken en dan gaan we helemaal los. Ja, bij jou ook? Bij ons ook. Je bewaart alles nog even? We bewaren alles. Nog geen verkiezingsretoriek. Nee. Je mist er een beetje. Nou, ik kan het missen als kiespijn. Kijk, een echte verkiezingscampagne is eigenlijk maar de laatste 2 weken voor de verkiezingsdatum. En de partijen, die gaan vanaf 1 januari wel beginnen. Wat gaat er nou precies gebeuren? Ja, dat hoor je dus in het vervolg. Ja, je laat nog helemaal niks los? Ik laat nog niks los, nee. Nee. En bij jou dan? Wij hebben sterren en we hebben sierpot en knallers en 7-klappers. Ja, ja, dus er komt ook heel veel aan. Ja joh, het ligt allemaal klaar. Ja, nou, ik denk gewoon dat het vooral flyers uitdelen is. Dat je dus de zaterdagse markten worden weer heel vermoeiend voor jullie beste mensen. Wat is dit nou voor een papierverspilling, mevrouw Verschijk? Papierverspilling? Kijk, je hoeft het niet aan te nemen. Ik geef het alleen aan mensen die het graag willen lezen. Ja. Ik ben er wel voorzichtig in. Ja. Maar ik heb er ook over nagedacht. Hè? Maar ja, moeten we dat nou nog wel doen? Het is de partij voor de dieren. Ja, flyers worden van bomen gemaakt. Ja, dus niet... Dus niet dat zijn geen dieren. Nee. Dus dan kan het gewoon. Dan kan het gewoon. Ja. Knalfeest. Geen knalfeest. Of wel een knalfeest, maar zonder knallen. Het liefst alleen met een champagneknal. Hè? We mogen heel niet knallen. Nee, dat wordt ons afgepakt, Joost. Wij pakken helemaal niks af. Helemaal niet. Hou jij van vuurwerk? Eigenlijk niet, maar goed, laten we even voor het... Ja, dat wordt dus gewoon afgepakt. Ja. Ja. En ze pakken ons... We mogen ook gewoon geen vlees eten. Nee, dat mag ook al niet meer. Ik eet vegetarisch. Ja? Ja. Nou, niks vegetarisch. Ik eet ook wel eens geen vlees. Wel eens. Ja? Ja, als ik een boterham met kaas eet bijvoorbeeld. Ja, dan eet ik geen vlees. Met oud en nieuw sterretjes, mag dat nog wel? Mijn kinderen willen heel graag vuurwerk. Ja. Ik denk niet dat we het gaan doen. Sterretjes denk ik dat nog wel kan, maar vuurwerk gaan we niet doen. De Partij voor de Dieren is met campagne begonnen. Ik had ook iets leuks, iets nieuws bedacht. Oh. Dat is de kijkersvraag. Nou, en is er al een vraag? Ja. Lieve Leidse Leen,
De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. En ik vind het altijd zo moeilijk. Waar moet ik op stemmen? Wie staat waar voor? Wat beloven ze nu weer? Kan jij me helpen? Ja, wat sowieso natuurlijk gewoon een goed idee is, is gewoon de websites van al die leidspolitieke partijen of voorschotense partijen gewoon eens op te zoeken. Want kijk, als je gaat wachten tot je dus altijd iemand op de markt tegenkomt met een flyer, dat is best ingewikkeld. Maar dit gaan we dus doen. Kijkersvragen. Stuur in. Stuur je kijkersvragen in, dan kun je mailen naar, naar mij. Kan hieronder of op Facebook even gewoon reageren. Kijk, hier kan je gewoon raden waar we nu zijn in de Tweede Kamer. Dit is bij een partij waar ze denken, we moeten de bossen intact laten. Ja. Raad eens waar we hier dan zijn. Ja, dat moet dan toch iets met de Milieupartij zijn. Die het zonde vinden om daar een boom voor te kappen voor de kerst. Ja, vind ik ook. Ja, daar, dat is de deur van de meneer Klavers kamer. Juist, GroenLinks. GroenLinks. Nou, we hadden dat kunnen weten. Je ziet het ook hier, alles is hier een beetje groen, hè, bij GroenLinks. Ja. Zie je dat? Waar gaan deze verkiezingen over? Alle mensen die we hebben langs gehad, dan wordt groen. Hè? In Leiden, alle partijen vinden eigenlijk dat Leiden groener moet worden, dus meer bomen. Geld voor zorg moet ook naar de zorg. En geld voor armoedebestrijding moet natuurlijk ook voor de armoedebestrijding. Op dit moment gebeurt dat niet. Het gaat natuurlijk echt over wonen, woningbouwen. Er moeten steeds meer woningen bij in de Randstad, dus ook in Leiden. En dat is gewoon lastig. Het zwembad moet open blijven. Het gaat misschien niet zozeer in Leiden, maar wel in de omliggende gemeente over, ja, gaan we fuseren met Leiden, ja of nee? Of gaan we samenwerken en hoe dan? Dat is daar echt een hele grote vraag. Stoppen met samenwerken met Wassenaar, want dat levert helemaal niks op. Zo snel mogelijk mee ophouden en oriënteren op Leiden. Ja, verder heb je ook dingen die op wijkniveau spelen. Gelukkig nieuwjaar. Ja. Fijne kerstdagen. Fijne kerstdagen, alles. En kan je nog alle voorgaande afleveringen van het vlog terugkijken. Gewoon een hartstikke leuk idee. De hele kerst. Binge-watchen, weet je. Gewoon, gewoon een soort Netflix-avond organiseren met Leidse vlogs. Make local great again. Make local great again. Ja, dit is puur toeval dat deze 60 hier komt als wij aan het vloggen zijn. Ik heb die dingen horen zien zwijgen, maar jullie hebben het gezien. Maar dat laat je wel hiervoor lenen, hè? Dat is dan... want dat is een... Hier wordt het programma aan de stad aangeboden. Nou, je hebt hier wel drukte van belang. Ja, hè? Oh, kijk, het wordt al opgehaald. Het programma. Mevrouw, heeft u door wat hier gebeurt? Nee, niet. Bent u Leidenaar of niet? Ja. Het D66-programma wordt nu aangeboden aan de stad. Oké. Dus eigenlijk ook een beetje aan u. Ja, ik ben niet zo voor D66. Oké, dus u bent niet vereerd nu met het aanbieden van het programma? Nee, het doet me niet zoveel. Oh, sorry. Dat is dan weer jammer, hè, Joost? Ja, maar dat heb je, hè? Ja. Ik vind een pessimistisch Leiden eigenlijk ook veel leuker, gewoon als verkiezingsprogramma. Maar ja, dat zit er kennelijk niet in. Maar nu loopt...